Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag ga ik samen met mijn zusje Melie Brookhaven weer in om een challenge te doen. Namelijk de geboorte tot dood video. Dat gaat echt heel erg leuk worden. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een kleine verrassing voor je. Kijk eens eventjes hier achter me. Tadadada! Woo! Dat is mijn kat Heider. Hi baby! Oh, ze is zo ontzettend schattig. Geef deze video zeker eventjes een dikke, vette duim omhoog. Omdat hij er weer terug is in mijn video's. En als je dat hebt gedaan, laten we dan meteen beginnen. Hier zijn we dan. En zoals je kunt zien, beginnen we op dit moment bij de kraamafdeling. Want Melie en ik zijn zojuist geboren. Melie, kom maar tevoorschijn. En tada! Hallo! Het ziet er echt heel erg leuk en chill uit. Maar er is één probleempje. We zijn een tweeling en onze ouders wilden niks met ons te maken hebben. Dus ze zijn verdwenen. Helaas! Oh no! Dus nu moeten we ervoor zorgen dat wij zelf maar gaan overleven. Dus Melie, vind je het een goed idee als we gewoon proberen uit te breken uit het ziekenhuis? Oké. Oké, let's do it. Oh. Wat? Ja, ik vind het wel heel oncomfortabel. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou ja, weet je wat? Als baby's kunnen we vast wel kruipen. Tada! Wat is dit? We kijken niet eens omhoog of naar voren of zo. We kijken gewoon helemaal naar beneden. Doei, baby's. Veel plezier met jullie ouders. Oh, we kunnen gewoon door de deur heen. We hebben baby's met superpowers. Woehoe! Superpowers, baby! Oh. Oh, wacht. Niemand die ons ziet. We kunnen gaan, Kust is veilig. Let's go! Oké, okay, snel! Wee! We zijn niet heel erg snel als kruipende baby's, helaas. Wat kunnen we allemaal doen? Oh, wacht. We praten misschien veel te intelligent als baby's. Goo goo gaga! Gaga! Mama, papa! Mama? Oh, wacht. Dat is altijd intelligent. Oh. Het wordt donker. Misschien hadden we beter moeten wachten voordat we het ziekenhuis uitgingen. Maar het maakt niet uit. We gaan maar gewoon. Wat is nou een goede plek voor baby's om te overleven? In een huis. Bij de met moeder. Ouders. In een huis. Oké, misschien moeten we maar gewoon op zoek naar een huis en kijken of iemand ons wil adopteren. Is er niet een kinderdagverblijf of zo? Dat is een goeie! We gaan naar het kinderdagverblijf. Ik hoop dat het deze kant is. Oh, kijk! Volgens mij heb ik het gevonden. Kijk! Oh ja! We zijn binnen. Yeah. We zijn binnen. Hallo! Hallo! Oh, er is niemand. Er is niemand en de deuren zijn open. Oh nee! Alle kinderen zijn uitgebroken hier zo. Huh? Wow. Huh? Nee, ik heb in ieder geval een... Hoe ben je daarin gekomen? Yeah! Yay! Oh, wat lekker. Oh, dit is echt heel erg fijn en chill. Oh, dit is wel echt een stuk beter dan die koude ondergrond van buiten. Nou, ben ik even blij. Oh. Melie, sta jij nou gewoon? Oh, wat? Sorry! Deze Melie baby heeft echt super talenten. Volgens mij heb ik honger. Honger? Ja. Oké, weet je wat? Ik ga eventjes een flesje stelen. Hier is een flesje. Ja, ik heb hem. Pak jij hem, oké? Go. Ik voel mezelf wel een beetje sterker worden of zo. Wat gebeurt er? Oh, nee. Ik neem mijn eerste stapjes. Oh, jij ook. Wow. We zijn echt een hele goede tweeling. Eten, help. Hoi. Wil jij nog meer melk? Want dat kan ik wel voor je regelen. Het enige wat je hiervoor moet hebben is een beetje geld. Heb je geld? Ik heb geen geld. Oké, vergeet het. Dan krijg je geen melk van mij. Yes! Ik ga snel wegrennen. Wegrennen van mijn tweelingzus. Woehoe! Kijk, mensen op een motor. Die zijn echt super cool. Ik wil graag dat ze ons adopteren. Oh! Nee, kijk, hij was ons aan het verdedigen. Wat leuk. Wauw. Oh, hallo. Papa. Hallo. Hij voelt echt heel erg veilig. Hij voelt super goed. Het is echt een hele goede man, denk ik. Ja. Wil je onze papa zijn? Ik heb gevraagd, wil je be our dad? Oh nee, hij rent weg. Hij rent weg. Wacht! Net zoals onze andere papa. Nou, Melie, volgens mij moeten we toch gewoon maar eventjes zelf overleven hier zo. Ja, Wat zie ik daar? Er staat... Wat? Birthdays! Maar we zijn net 5 geworden. Dus wij kunnen wel een feestje gaan houden hier zo. Wow. Maar we hebben geen vrienden. En we hebben al helemaal geen eten om onze birthday mee te vieren. Eten! Stelen! Oeh, dit voelt heel crimineel. Wat is dit? Kunnen we hier even in? Kijken wat hier is? Oh, ice cream! Melie, we kunnen ijsjes halen. Hier. Wow. We kunnen ijsjes stelen. Dat is het eerste. Er is niemand, want het is nacht. We hebben lekker ingebroken. Ik pak birthday cake, want het is onze verjaardag. Snel door voordat iemand ons ziet. Oké. Heel spannend. Wat is hier dan? Ga maar even kijken. Ik wacht wel even. Oh nee, dit is een kapper. Oh, oké. Nou, daar hebben we niks aan. Nee. Er zijn mensen binnen. Snel weg. Oh. Huh? Wat is dit? Oh, Melie, ik heb de achterin gewoon gevonden. De jackpot. Dit is de supermarkt. Pizza! Wacht eens even. Oh,
Oké. Pak alles wat je pakken kan. Een banaan? Nee, dat wil ik helemaal niet. Een banaan is veel te gezond. Chippies! Chips! Doritos! Oh, lekker Doritos. Heerlijk. Wat hebben we nog meer? Oh, Coca-Cola! Oh. Cola! Mag ik nooit van mama? Ha! Dus ik neem er lekker 2. Welke mama? Melk! Oh, lekker. Nee, ik heb genoeg melk gehad als baby. Gatsie. Ja. Oh, we hebben ook wel sandwiches. Nou ja, vooruit. Voor als we echt heel erg veel meer hebben. Oh, chocola! Yes, ik wil het. Ik wil het. Mm. Pak je zak. Oh, Meli. Oké, ja. Dat is een goeie. Oh, wacht. We hebben ook nog een winkelwagen. Yes. Oh, dit is beter. Stop jij je zak hier maar in. Oh, ja. Goed. Top. Goed zo. En dan pakken we ook nog eventjes een ijsje erbij. Ja. Ja, lekker. Dat zit nu in onze winkelwagen. En nu gaan we gewoon naar buiten. Alsof we echt heel netjes hebben geshopt. Ja. Want we zien er helemaal niet uit als criminelen in onze pyjama's. Maar we gaan gewoon door. We gaan door. Oh, hallo. Oh, meneer. We gaan snel weg van de meneer. Hallo. Zo, onder de brug. Naast de vuilnisbak. Woe. Oké, dit is gewoon onze stash. Kijk. Ja. Oeh, nou, we hebben nu wel echt genoeg eten voor ons feestje. Maar... Yes. Voor dat feestje moeten we natuurlijk nog wel eventjes aankleden. En misschien ietsje ouder worden. Want we zijn nu officieel tieners! Kijk nou eens eventjes naar hoe cool we eruit zien. Wow, wat heb jij op je ogen, Meli? Wat is dat? Je bent een soort van vlieg geworden? Mijn zonnebril. Oké, ja, wel stoer, wel stoer. We zijn echt straattieners geworden. Je weet toch, man? Je weet toch? Ja, we moesten de hard life, weet je? Ik kan het echt normaal niet. Ik kan dat niet. Ik wil wel graag mijn feestje vieren, maar ik ga echt niet in dat kinderachtige gebouw, man. Yo, man. Nee, man. Dus weet je wat, man? We moeten gewoon iets cools vinden. Gewoon iets cools. Anders breken we gewoon in, man. In zo'n zwembad met zo'n huis, weet je wel. Ja, man. Dat is toch goed, man. Oké, we moeten wel eventjes pistool hebben of zo, man. Want we moeten onszelf kunnen verdedigen. Kustveilig. Nee, geen politie, man. Geen politie. Ja, we pakken die. We pakken die wapens, man. We gaan een helikopter stelen. Gaat dat doen. Oké, je bent echt vet cringe, man. Even normaal. Oh, oké, sorry. Even goed oogje uitkijken. Oh ja, nee, ik moest normaal doen, hè. Even goed oogje uithouden voor een huis met een zwembad, hè. We willen een zwembad. Je weet toch wel hoe je ding moet vliegen? Ja. Ik weet het. Ik heb ervaring. Daar. Wat, die gele hier? Nee. Oh, dan. Nee. Die huis daarvoor. Die blauwe. Ja. Oké, toch. Ga springen. Oké, is goed. Bye. Oké, doei. Woe! Oh, yes. Oké, gaan we nu hier zo... Ik ga naar binnen. Ik weet gewoon zeker dat er niemand is. Oh, shoot. Nee, het is op slot. Ja, is dat nou weer? Ja, misschien moeten we toch maar gewoon even niet gaan. Ik ga toch wel even door het zwembad heen. Ja. Oh, ik heb het gedaan. Kom. Hier, we gaan hier. Hier zo. Deze open? We gaan hier zo in het huis. Ja. Oh. Is goed. Alright. Oh, yes. Chill. Yes. Niet zo groot als ik zou willen, maar weet je, het is wel goed. Ik ben een beetje bang. Ik ga naar buiten, joh. Ik ga naar de tuin. Oh, kijk. De deuren zijn open. Oh. Ze hebben geen zwembad, Meli. Geen zwembad. Ja, wat is dat? Wat is dat nou? Maak me gewoon helemaal boos, man. Zo. Eventjes gedag zeggen voor de mensen hier. Zo. Cool. Ja, cool. We hebben de kust even onveilig gemaakt. Oh, we moeten wel even pizza eten in ons feesthuis. Oh, ja. Wauw, lekker. We moeten onszelf wel een cadeautje geven. Ik zeg gewoon dat we gewoon onze eigen auto moeten gaan halen. Eigen auto halen? Ja, goed. Dat kunnen we ook kopen. Er is wel een autodealer hier ergens, toch? Ja hoor. Kom hier kopen dan. Oké, kom. Ik kom dan kopen. Ja. Is deze de koop? Hallo? Zo. Is deze de kom koop? Snel! Snel! Wat doe jij? Ik ga erin, maar dit is niet goed, man. Ik voel me hier niet helemaal goed over. Dit is gevaarlijk. Hoezo niet? De politie. Ik denk dat het tijd is om dit even niet te doen. Even normaal doen, Meli. Zo normaal? We hebben toch een auto nu? Ik weet het niet, hoor. Oh, ik ben helemaal paniek. Paniek. Wat als er mensen achter ons aankomen dan? Die kenteken, je weet toch? Hallo, wat ga je... Pistool mij. Nee, doe even normaal, Meli. Kijk. Hier is weer auto. Auto! Er zit niemand in. Deze is veel beter, man. Oh ja, man. Oké, ik ga rijden. Oké, wacht op mij. Ja. Heb jij die rijbewijs dan? Ik heb die rijbewijs wel. Heb jij een rijbewijs? Ik heb die rijbewijs. Ja. Oh, ja. Oh, wow. We gaan naar de club. Da-da. Oh. Kijk uit! Oh, whoopsie! Sorry. Ja, je ging per ongeluk. Nu zit ze achterop. Wij nemen die chickies mee naar de club. Oké. Oh, wat gebeurt er, man? Wat is er? Snel! Weg! Meli, jij bent veel te dapper. Hoe durf je? Snel! We komen achter ons aan. Wacht! Snel! Meli! Je zit erin, die wordt gekidnapt. Nee. Het leven van de tiener is echt zwaar. Kom, we gaan naar de club. Yeah! Het is vast veilig hier. Kunnen we naar binnen? We zijn te jong. Ja, we gaan gewoon, man. Wow! Hey, ja.
Geef me die geld. Ik wil die geld. Ik wil die geld, joh. We zijn in de VIP. Waarom zit ik zo? Op die manier? Dat weet ik ook niet. Dance up every Saturday night. Oh, dance up. Oh, yeah. Kom op. Ik kan dat. Ik ga dansen dan. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Geld. Kijk. Geld. Die dans is wat waard, jongen. Geef me je geld of anders. Geef me je geld, man. Geef me je geld. Geef me je geld. Oh, nee. De club is dicht. Oh, nee. De club. Oh, speel. Wat? Bommen. Wat? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Het is echt één grote schietpartij. Volgens mij zijn we met de verkeerde mensen in aanraking gekomen. Rennen. Ja, zullen we rennen? Kom, we gaan naar het politiebureau. Nee, daar gaan we ook de gevangenis in. Wacht, we kunnen wel hier naartoe. Kom, hier is veilig. Die stoere mannen die gaan echt never nooit hier naar boven, man. Oké. We zijn weer eventjes waar het allemaal is begonnen. Oh nee, het is mijn 40ste verjaardag. En dat betekent dat er heel veel jaren verder zijn gegaan, jongens. Maar ik heb jullie wat te vertellen. Zoals je kunt zien ga ik elke verjaardag weer terug naar dit plekje. Want het doet me echt heel erg denken aan mijn zusje. Maar helaas ben ik nu zonder mijn tweelingzus. En de reden is dat rond toen we tiener waren, is zij toch opgepakt. Want ze gingen helemaal het verkeerde pad op. Terwijl ik juist het goede pad op wilde gaan. En nu zit ze in de gevangenis. Maar gelukkig is het een hele goede en fijne dag. Want het is vandaag haar release day. Ik ga gewoon maar eventjes naar haar toe. Ik weet niet of ik het durf. Ik heb haar zo lang niet meer gezien. Maar goed, het is heel speciaal. Want het is onze verjaardag. En daar is het politiebureau. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Vraag me af of ze heel anders is geworden. Ik ben in ieder geval wel heel anders geworden. Dus hoe ziet zij eruit? Heeft ze nog steeds dat oranje in haar haar? Het zou best kunnen. Ik ga maar meteen naar de gevangenis toe. Even kijken. Is ze hier? Hallo? Meli? Ben jij dat? Het is je tweelingzus, Jamila. Oh, je ziet er echt zoveel ouder uit. Ik bedoel, je ziet er nog precies uit als een tiener. Het is vandaag de dag dat je uit de gevangenis komt. En ik wilde zeggen dat ik je kom ophalen. En ik kan je opvangen, als je dat wil. Nooit heb je maar bezocht, hè? Oké, nou dan niet hoor. Ja, laat maar. Nee, wacht! Wacht. Je wil wel? Ik heb echt een hele mooie kamer. Heel mooi huis voor jou. Heel mooi. Ja! Hallo, je bent vrij. Je bent vrij! Wow! Hoe voelt het? Hoe voelt het? Voelt best wel, vrij. Oké, super. Kom, we gaan eventjes kleding voor je shoppen. Gelukkig is dat niet zo heel erg ver. Hier is een boutiqueje. We gaan hier eventjes naar de kapper. Ga jij maar eventjes in de kapperstoel zitten. Hier, Meli, ik heb wat kleding voor je. Als je dat eventjes aandoet. Ja, ik heb het aan. Oh, het ziet er goed uit. Wow, je haar. Je haar is echt super mooi. En ik heb gewoon maar eventjes heel snel iets gekocht hoor, wat er beschikbaar was. Maar het staat wel heel goed. Dan gaan we nu naar mijn huis. Het is wel een appartement, maar het is een heel mooi luxe appartement. Ik ben er best wel trots op. En het is helemaal op de bovenste verdieping. Komt u maar. Het is gewoon een penthouse. Yes. Wauw. Hier is het. Nou, gaat u maar naar binnen. Oh, mag ik eerst? Ja, alstublieft. Wow. Ziet dat er niet echt heel erg tof uit? Kijk eens hier eventjes. Hier leef jij. Ja, en ik heb alles helemaal zelf ingericht. Hier is het gastenverblijf. Alsjeblieft. En jij mag slapen waar je wil. We gaan hier zo eventjes naar de keuken toe. En ik heb hier een koelkast. Die kan je open doen. Maar ik hou wel echt heel erg veel van koken. Dus ik wil je graag vragen om alsjeblieft never, nooit de koelkast open te maken. Deze is alleen voor mij. Oké? Als je iets wil eten, moet je het gewoon aan mij vragen. Oké. Beloofd? Ja, okay. Is goed hoor. Goed. Nou, dan is het nu tijd om te slapen. Welterusten! Woe! Yay! Welterusten! Slaap lekker! Oh, goedemorgen! Oké, nou, ik ben weer wakker. Eventjes ontbijtje maken voor Meli! Wat? Meli! Wat? Ik heb je zo overduidelijk gevraagd om alsjeblieft niet de koelkast in te gaan. Ja, maar ik had honger. Je was nog niet wakker. Hoe durf je? Je was... Ah, er is iemand binnen. Heb je iemand binnengelaten? Wat? Meli! Nee. Zij zit gewoon hier zo in... Huh? Waar is zij? Waar heb je haar gelaten? Ja, volgens mij droom je hoor. Oh, Kirsten, ben je even naar buiten gegaan? En heb je de deur niet op slot gedaan, Meli? Nou, misschien. Ik wilde het eigenlijk niet doen, maar ik denk niet dat het gaat opschieten. Ze is nog maar één dag hier zo uit de gevangenis in mijn huis. En ze breekt nu al alle regels. Ik had gehoopt dat ze beter zou zijn, maar helaas. Oké, Meli, het spijt me. Ik wil dit niet hoeven te doen, maar het is tijd dat je naar buiten gaat. Ik ga je uitzetten op straat. Kom maar, volg mij. Waarom? Ga. Waarom? Het spijt me. Ik vind het echt heel erg. Ga maar de straat op. Doei, Meli. Oké, snel eventjes de deur dicht doen. En op slot, zodat er nooit meer iemand binnenkomt. Ik vind het heel erg jammer dat ik dit had moeten doen. Maar nu woon ik helaas weer alleen. Oh, joh.
Jongens. Ik ben inmiddels al heel erg oud geworden. Ik heb mijn hele leven geleefd met ontzettend veel spijt dat ik mijn tweelingzusje niet naast me heb. Ik weet niet of ik haar ooit nog een keertje zal zien. Maar ik ga eventjes naar het restaurant hier zo om lekker wat te halen. Dit is mijn vaste plekje. Ik voel me echt totaal niet goed hierover. Ik ga maar gewoon eventjes wandelen. Wat een mooi... Wat zie ik daar? Wat zie ik daar bewegen? Ik ga er even naartoe. Misschien heeft deze dakloze wel wat eten nodig. Ik kan vast wel wat eten gebruiken. Ik heb nog wel wat over op mijn bord. Hallo? Is er iemand hier? Hallo? Ga weg. Hallo? Ga weg. Oh, ik wil alleen maar even wat eten geven. Hallo, heb je honger? Hier heb je... Hallo? Hallo? Jamila? Meli? Ben jij het? Ja, ik ben het. Het spijt me zo. Het spijt me zo dat ik je op straat heb gezegd. Die paar jaren geleden. Het is zo slecht in me gegaan de afgelopen jaren. Hallo, ja, ik heb hier een spoedgeval. Komen jullie alsjeblieft... Wat? Nee? Oké, ja, is goed. Ik moet het zelf doen, Meli. Ze zijn te druk bij het ziekenhuis, maar het maakt niet uit. Ik heb altijd een brancard in mijn zak. Ik kan wel, ja, ik kan niet. Oh, goed zo. Ik ga je naar het ziekenhuis brengen, Meli. Oh, zus, ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben ook zo ontzettend blij dat ik je heb gevonden, eindelijk. Ik weet niet of ik het nog volhoud. Nee, ik ga je naar de operatiekamer brengen. Hier. Oh, gaat oké? Piep, piep, piep. Ik ga naar je hart luisteren, oké? Ja, eventjes strekken. Okay. Heel goed. Alles oké? Okay? Je zit wel met je benen in het bed? Ik ben oké. Okay. Oké, gelukkig. Ik ga je nu meteen een prikje geven. En go. Oh no. Ja, goed zo. Ik heb je geprikt. Piep, 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 piep. Oh, wow, je hartslag. Kijk eens eventjes of je kan staan. Wow. Je kan weer lopen. Ik kan weer lopen. Ik ben zo blij. We kunnen dit gaan vieren, Meli. Het is namelijk onze 75ste verjaardag. Dus kom je mee? Kom je mee? Deze kant op. Het regent. Kom maar eventjes snel rennen. En dan weer eventjes lekker op zijn ouds een ijsje stelen. Een ijsje. Welke vind jij lekker? Ik hou van chocola, dus die neem ik. En dan gaan we deze kant op. Terug naar de arcade. Kan je deze nog herinneren? Dit was zo leuk. Zoveel mooie herinneringen hieraan. Zoveel. En als we dan naar boven gaan. Hier zijn we weer. Nou, dit is ook echt niet veranderd. Het is totaal niet veranderd in deze 70 jaar. Oh, van harte gefeliciteerd. Ja, joh. En hoe voel je? Voel je een beetje oud? Ja, ik voel me echt heel oud. Ik voel me ook ontzettend oud. Maar ja, we hebben toch wel een interessant leven gehad. Ja, inderdaad. Oh nee, dit ijsje doet me toch wel iets voelen of zo. Zoveel suiker. Ik ben het niet helemaal gewend. Oh jeetje. Ik ook niet. Ik voel me niet helemaal goed. Het gaat... Oh nee, jongens. Wow, dat ziet er wel echt heel erg heftig uit met al dit rode achtergrond zo. Maar op deze hele zielige, regenachtige dag is het dan over voor het verhaal van de tweeling Meli en Jamila. Het was een gigantisch leuke video. En helemaal en hartstikke geslaagd. Woehoe! Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. Hier achter me ligt Heider op het bed. Dus de vraag is, heb jij een huisdier? En zo ja, wat voor huisdier? Laat me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!